Goedemorgen. Even de boel hier nog goed zetten. Het gordijn even een beetje verder open. Zo. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Gezellig dat jullie meekijken. Goedemorgen. Wat is het koud, hè? Ik zit hier met een hele dikke trui aan. Heerlijk wintersweer. Goedemorgen allemaal. Even de boel kijken of ik jullie mee kan lezen. Ook dat lukt. Goedemorgen. Gezellig. Nou, de muis aan de kant. Ja, het is frisjes, hè. Maar ik vind het wel lekker, hoor. Het is toch koud. Dus alleen, dan mag voor mij de zon er wel bij schijnen. Voor mij mag het gewoon onder nul met een lekker zonnetje erbij. Maar ja, goed. Als iedereen krijgt wat hij wil met het weer, dan krijgen we heel vreemd weer natuurlijk. Dat moeten we ook niet hebben. Goedemorgen allemaal. Nou, ik ga langzaamaan maar beginnen. Ik ga eens even vertellen waar ik mee aan de slag ga. En ik ben zelf wel super enthousiast over deze kit. Ik ga dus aan de slag met Card Kit Lovely Moments. Nou, er zit van alles in. Ik ga beginnen met het designpapier. Er zitten 8 vellen designpapier in. Van Studio Light uit de Lovely Moments serie. En ik ga ze jullie even laten zien welke erin zitten. Dat is deze met ja, wat groen en wat oud roze. Een hele mooie roos staat erop. Goedemorgen. En als er vragen zijn, stel ze gerust. Hè. Ik krijg niet altijd alle opmerkingen in beeld te zien. Maar ik probeer, dat zeg ik er ook eigenlijk altijd wel bij, achteraf altijd nog even te kijken of er vragen zijn. Dus nou, deze zit erin. Op de achterkant staat ook een hele mooie roos met ja, mooie zachte tinten. Dat is 1 vel. Oh nee, ik heb hem wel goed. Ik zou zeggen, ik heb hem op de kop, maar ik heb hem goed. Dan deze, ook met prachtige rozen. Ik weet niet of het zo goed zichtbaar is. In diezelfde tinten. De papieren matchen gewoon ook weer heel goed bij elkaar. En onderop staan ook altijd nog de kleuren die erin zitten. Dus zo kan je ook heel makkelijk je kleurdesignpapier erbij kiezen. Hier zie je die tinten. Nou, hier zijn ze iets harder. En de achterkant van deze zijn in beige tinten. Ik zal even mijn geluid van mijn computer nog uitzetten. Die staat nog aan. En anders galmt het een beetje. Zo. In beige tinten, ook met mooie rozen langs de zijkanten. Dat was de achterkant van deze. Nou, dan zit deze erin. Ook hier zie je weer onderaan staan de kleuren die erbij passen. Die erin zitten. Ja, in dit mooie oud roze. Maar ook dat groene en dat blauwe zit ook hier weer in. Echt schitterend papier. Nou, de achterkant ook weer met mooie bloemen. Ook weer met het groene. Dezelfde tinten komen gewoon overal weer in terug. Het is gewoon een mooie complete serie wat heel goed bij elkaar past. Nou, hier zit weer dat groene met iets meer blauw erin. Dat zie je hieronder ook weer terugkomen. En op de achterkant weer zo'n mooie beige tint. Met ook weer mooie rozen. Hier staat nog een klein tekstje. Remember me. Dus het zijn echt wel hele mooie papiertjes. Er zitten 8 vellen designpapier in. Ik leg ze even aan de kant. Dan zit er in deze super mooie floral flourishes buckles. Gespend zijn dat. Ga ik zo ook even laten zien. Nou, ik kan er nu wel vast even eentje bij pakken. Of 2. Dat zijn deze gespjes. Daar kan je dus een leuk lintje doorheen rijgen. Daar kan je een sluitertje van maken. Of je plakt er een leuk, volgens mij heb ik hier, ja, hier alleen, gewoon een strikje erbovenop. Dan heb je weer een leuk dingetje voor op een toefje.
Ik ga er straks even mee aan de slag. Dan laat ik dat ook even zien hoe ik dat verwerk. Dus die zit erin. Leg ik ook even opzij. En dan natuurlijk die ontzettend mooie stans van Studio Light. Waar je dus zelf boekjes mee kunt maken. Nou, ik heb hem al even op een magneetvel gedaan. Nou, achterop staat ook wel hoe het eruit moet kunnen zien. Maar je kan natuurlijk nog ontzettend veel meer hiermee. Ja, gewoon knip in dat papier. Daar is het voor inderdaad hoor. Hopsakee, schaar erin. Nou, hier kan je dus een boekje van maken. Ik ga ook even laten zien hoe dat werkt. Maar ik ga eerst even laten zien wat er allemaal voor stansjes bij zitten. Want dat is eigenlijk best wel heel veel. Nou, er zit bij deze. Zoals je ziet is dat gewoon een... hoe ga ik dat noemen? Een die waar je ook nog heel gemakkelijk... Kijk, ik zal hem er eens bij pakken. Een kaart van kan maken. Dit is de buitenste. Dan zit er nog eentje bij die een slag kleiner is voor een matlaag. Ook die heb ik al uitgestanst. Nou, die heb ik dus uit dat mooie papier gestanst. Zoals je ziet heb ik gezorgd dat die roos daar precies mooi in zit. Nou, die komt dan op het midden. Dan heb je nog een... Joep. Nog een stans. Dit is een rand met een stiksteek. Alleen er valt ook nog weer een matlaagje uit. Even kijken. Ook die heb ik hier. Ik weet niet of dat zo goed zichtbaar is. Ik zal hem dichterbij houden. Er zit een heel mooi fijn stikrandje in. Dus die kan je heel mooi als detailrandje erop leggen. En daar valt dan, als je hem uitstanst, ook nog weer een matlaagje uit. Dus die zou je ook kunnen gebruiken weer. Nou, zoals je ziet, hoef je dus niet per se alleen voor een boekje te gebruiken. Je kan er dus ook gewoon heel leuke kaarten mee maken, hè, op deze manier. Nou, die zit er dan weer in. Dan zit deze erin. Dat is voor je binding. Er zitten ook al gaatjes in. En dat is deze. Ik ga zo precies even laten zien hoe dat werkt. Deze zit erin. Dat is voor de binnenkant van je boekjes. Zodat hij weer precies matcht met je binding. Ga ik ook allemaal uitleggen. Oh, krijg ik hem eraf. Ja. Deze zit erin. Goedemorgen voor iedereen die nog binnenkomt. Ik verspreek me hier bijna. Ik ben aan het laten zien wat voor stansen er allemaal in zitten. Het zijn echt ontzettend veel. Nou, die had ik ook eventjes door een machine gehaald. Dan krijg je zo'n reliefje erin, een soort embosrandje. Ik weet niet of dat goed zichtbaar is. Een beetje dichterbij houden. Dat is ook een hele leuke. Nou, dan zit er nog in een stansje voor een pocket. Een stansje voor een label met ook weer een matlaag. Hier zit ook weer een matlaagje bij. Het is ook weer een leuk soort van labeltje of iets waar je weer een leuke tekst in kan zetten. Ik heb ze allemaal uitgestanst, dus als het goed is komt alles aan bod. We gaan even kijken hoe ver we komen. En deze nog. Het is ook weer een leuk framepje. En dan zitten deze er nog bij. Dat zijn gaatjes. Van die hele kleine gaatjes. Die kun je weer om je gaatjes van je omslag plakken. Hoe noem je dat ook alweer? Reinforcement ringetjes, geloof ik. Met een Engels woord. Dat is voor de stevigheid. Nou, ook die zit er nog bij. Dus het is echt wel een hele uitgebreide standset. Nou, deze standset, het standsetje met de gespjes en de 8 designpapiervellen, zitten nu dus in een kit. Cardkit Lovely Moments, €34,99 kost dit nu. Normaal zou je, als je alles loskoopt, hier €44 voor betalen. En nu is het een leuke kit aanbieding voor €34,99. Nou, we gaan vlug aan de slag, want anders dan ben ik morgen nog aan het kletsen. Inderdaad, de eerste live voor mij weer van het nieuwe jaar. Voor iedereen, ik zie al mensen die dat hier ook zeggen. Voor jullie ook allemaal hele beste wensen. En natuurlijk een goed, gezond nieuw jaar toegewenst. Hè? Ik vergeet het helemaal. Ik ben alweer op 3 januari en dan dender je zo weer helemaal door. Hè? Wat een mooi pakket is het inderdaad, hè? Jolanda zou eerst om 10 uur, maar dat hebben we even geswitcht. Dus ik ga nu beginnen. Nou, zoals ik al zei,
is dit de omslag. Ik weet niet of jullie het handig vinden of de stansjes er even bij pak. Dat is deze. Nou, dat spreekt voor zich. Die heb ik uitgestanst, maar die heb ik 2 keer uitgestanst. En dan ga ik nu uitleggen waarom ik dat gedaan heb. Die ga ik straks in elkaar plakken, zodat die wat steviger wordt. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst de voor- en de achterkant op mijn boekje zetten. Ik had, wat ik al zei, al eventjes wat dingen voorgestanst. Wat heb ik gedaan? Ik heb nu 2 keer... Ik pak de stans er toch even bij, want dat vertelt makkelijker. De buitenste, deze, heb ik uitgestanst. 2 keer, dat worden de voor- en mijn achterkant. Ik heb dat gewoon in kartstok gedaan. Je kan het natuurlijk ook in uit leer of wat je wil doen natuurlijk. Ik heb het in dit geval uit kartstok gedaan. Dus ik ben begonnen met de buitenste rand. Nou, die buitenste rand, die ga ik voordat ik die vastplak aan mijn binding, eerst zodanig beplakken dat ik de matlagen erop heb. Dus, zoals ik al vertelde, heb ik voor de voorkant gekozen voor dit mooie printje uit het designpapier. Dat is de tweede matlaag. En dan wil ik deze eroverheen hebben. Op deze manier. Nou, die ga ik vast in elkaar plakken. Lijm, ja, heb ik ook. Ja, we gaan op voor een beter jaar, hè, dit keer. Ja. We gaan zien hoe het loopt. Ja, ik ben nog niet zo ver, hoor. Dus schuif gezellig aan. Ik ben eigenlijk nog helemaal niet... Nou ja, ik ben wel begonnen, maar nog niet zo ver. Het wel even netjes op plakken. Het zit er niet helemaal recht voor, dus dan gaat het altijd een beetje scheef. Nou, zo. Dan heb ik een hele dikke trui aan gedaan, maar ik heb het al heel snel warm, dus ik heb daar nu al spijt van. Kennen jullie dat? Ik vind het wel zo koud vanochtend. Maar goed, maakt niet uit. We zweten gewoon lekker even door. Even het dunne randje. Wat lijm opdoen. Ja, dit is zo'n ontzettend mooie cardkit. Er zit gewoon zoveel moois in. Je kan er echt heel veel kanten mee op. En wat ik al zei, je kan er dus een ontzettend leuk boekje van maken. Maar ook verschillende soorten kaarten kun je ermee maken. Het is een heel veelzijdige stansset waar je echt waanzinnig veel mee kunt. Nou, zo vind ik hem op zich al mooi. Want je kan hem zo ook als kaart gebruiken. En die roze springt er natuurlijk fantastisch uit, hè. Nou, wat ga ik nou doen? Dit wordt de achterkant. Die plak ik nu even niet. Maar omdat het anders ontzettend lang gaat duren voordat ik mijn lijf af heb. Dan zit ik hier vanmiddag nog. Dus die beplak ik niet. Maar voordat jij dus zelf aan de slag gaat, beplak ook deze. Nou, wat gaan we nu doen? Deze komt dus hier aan vast. Aan mijn voorkant. Op deze manier. Dus ik ga lijm doen. Op deze binnenkant. Even de kleine stukjes goed vastzetten. Hiermee kan je gewoon echt heel gemakkelijk een boekje van maken. Maar inderdaad, een kaart kan ook echt heel goed hiermee. Daar leent deze malle set zich ook echt heel goed voor. Ja, nou, dat is de voorkant. Met de achterkant doe je precies hetzelfde. Nou, die moet je natuurlijk altijd eerst even wel beplakken. Ik sla dat nu even over.
Maar voordat je hem erin zet, we plakken hem eerst even met, je hoeft hem niet nog helemaal te pimpen, maar wel even met designpapier. Zodat je dan, kijk, omdat je hem er hierin zet en dan kan je dat later natuurlijk niet meer eronder krijgen. Oh, daar had geen lijm gemoeten in de hoekjes. Nou, gelukkig droogt deze lijm transparant op. Nou kijk eens, nu ben je dus al een heel eind, hè. Hoe ontzettend leuk dat er al uitziet. Nou, waarom heb ik nu twee gedaan? Deze ga ik in de binnenkant plakken. Die zorgt voor wat meer stevigheid. En dan heb je ook aan de binnenkant dit weer, zie je dit weer terug. Zien jullie dat? Nou, ik ga nu eerst alleen dit randje vastzetten. Want dan kan ik er straks, als ik hem ga versieren en pimpen, kan ik er dus nog mijn designpapier tussen steken. Maar zorg even goed dat je hem goed uitlijnt met de gaatjes die eronder zitten. Nou, dit komt, deze twee die komen hier straks nog aan vast, op deze manier. Maar ik wilde natuurlijk nog net als hier een leuk stukje designpapier onder hebben. Dus ik zet hem nu nog niet vast. Maar dit kan je dan anders gewoon in één keer vastplakken. Als je deze ook al in het designpapier hebt. Misschien dat ik er zo meteen nog wel aan toe kom. Maar omdat het een best wel groot project is, ga ik eerst even kijken hoe ver ik kom. Nou, zoals je ziet heb je nu al best een heel tof boekje. En hoe komt het nu... Ja, de ene is gek op boekjes maken en de ander houdt daar helemaal niet van. En dat is dus ook het mooie aan deze kit. Hier kan je dus ook gewoon een kaart mee maken. Hè? Het is ja, echt een heel veelzijdige kit. Ik ben er wel heel enthousiast over, in ieder geval. Nou willen we er natuurlijk een inleg in hebben. Hè? Er komen boekjes in met bladeren. Hoe gaan we dat doen? Nou, dat doen we als volgt. Volgens mij. Ja. Ik heb een stuk papier van kartstok ook weer in dit geval. 28 bij 13,5 uitgesneden. Dit heb ik dus gewoon in kartstok gedaan. Maar hou je bijvoorbeeld van... mixed media. Je kan er ook een heel leuk mixed media boekje van maken. En dan doe je dat gewoon in aquarelpapier. Of ja, wat je leuk vindt natuurlijk. Hè? Je moet dat doen hoe je dat zelf natuurlijk het leukste vindt. Ik laat nu even zien hoe het werkt de stans. Maar wees lekker creatief daarmee. Hè? Wat zei ik? 13,5 bij 28. Nou, zo zie je. Als je hem dubbel vouwt, is dat niet heel mooi. Nou had ik verteld dat er een stansje bij zat. Die weer correspondeert met de gaatjes. Nou, in dat stansje zit bovenin een heel klein inkepiekje. Ik weet niet of jullie dat zo goed zien. Zit daar een heel klein inkepiekje. En dat zit aan de andere kant ook. Even kijken. Daar. Ik weet niet of dat goed zichtbaar is. Dat inkepertje is precies het midden van je stans. Dus wat doe je? Hij was 28 centimeter. Dan zet je op precies de helft. Dus op 14 centimeter. Zoekt haar potlood. Hier. Nou, dit is nog wel een leuk boekje ook om op te sturen. Je kan ook bladzijden leeg laten, hè, zodat mensen dat zelf nog in kunnen vullen en daar foto's nog in kunnen plakken. Je kan er ook een leuk geldcadeautje van maken of een herinneringsboekje. Dat vind ik zelf altijd wel heel leuk om op te sturen. 28 centimeter, dus ik zet een heel klein potloodstreepje op 14. Dat doe ik aan de bovenkant ook. Ik zet hem op 14. Nou, ik had die... inkepingjes heb ik net uitgelegd. Dat is dus precies de helft van je mal. Nou, als je die dan precies boven je potloodlijntjes legt. Goed in het midden uitlijnen.
En dan even vastzet met een stuk verwijderbare tape. Zo. Ik kan het even goed in het midden zetten. Die zet je even vast. Nou, moet ik toch even mijn machine aanzetten. Dat gaat eventjes weer wat lawaai maken. En dan haal je hem door je stansmachine. Komt-ie. Even lawaai. Daar was hij al. Zo. Goedemorgen. Leuk om nog even aan te schrijven. Nou, dat was die. Gum ik eerst even mijn potloodlijntjes weg. Moet niet vergeten. Het gaat later zo moeilijk als hij al in het boekje zit. Ja, het is echt, als je van boekjes houden, maken houdt, is dit echt ook een toffe set, inderdaad. Absoluut. Het maakt je heel gemakkelijk. Nou, ik hou hem even van dichtbij. Ik weet niet of het goed zichtbaar is. De rillijn hier en de rillijn daar. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien. Maar er komen dus automatisch twee rillijnen in. Zodat je precies weet en ziet waar je hem gaat rillen. Dan doe ik precies de andere kant op. Ik moet beter even... Ja. Oh. Ik wil dat graag in beeld doen, maar soms wil dat niet. Dan moet je er toch zelf even weer met je hoofd boven. Even kijken. Nou, even doorrillen. Ik zie nog een heel klein potloodstreepje. Zie ik natuurlijk een potloodstreepje? Nee, dat is gewoon een vieze vlek. Krijgen we dat weg met gum? Nee, jammer. De kleur kartstok. Even kijken. Deze. Zeker. Ik ga dat zo even nakijken. Want ik heb... volgens mij... de aqua gebruikt. Maar hij ziet er hier wat lichter uit. Ik ga dat nog even nakijken straks. Even kijken. Nee, dit is hem. Iguana. Iguana kleur 2928-064. Het is de Iguana. Roze kan er ook goed bij hoor. Ik heb hier ook roze liggen. Kijk. Dat is ook echt wel heel mooi. Of nog wat meer een oud-rozere kleur. Dus dat kan ook heel goed hoor. En je kan er ook echt heel goed kraft bij gebruiken. Maar daar had ik niet zoveel meer van. Maar ook dat matcht ontzettend mooi bij het papier. Ik heb in dit geval dus voor groen gekozen. Maar ja, daar kan je, met het papier kan je dus echt ook wel veel meer kleuren mee combineren. Ik heb wit, maar off-white gaat heel goed. Dus daar kan je ook wel veel meer kanten mee op. Er zit zelfs een vel bij waar wat blauw in zit. Dus dat zou ook nog kunnen. Ja, ik heb hier een voorbeeldje gemaakt. Zie, er zit dat beige weer met die beige tinten. Nou, daar is kraft weer heel mooi bij. Ga ik zo even laten zien, dit onderdeel hiervan. Ik ga eerst even verder met, met de inleg van mijn boekje. Nou. Zo. Dus dit wordt dan je eerste inleg. Er komen dus, zoals je ziet, twee keer komt er een inleg in. Nou, die kan je zo dik maken als je zelf wil. Of zo dik. Nou, je moet natuurlijk niet 300 pagina's maken. Maar het is, je kan er natuurlijk meer bladzijden in doen. Ga ik zo ook even nog vertellen hoe je dat doet. Nou, zoals je ziet, als deze erin komt.
steken er iets van puntjes uit. Nou vind ik dat zelf niet zo mooi, maar het is niet heel storend, maar zelf vind ik dat niet zo mooi. Dus wat doe je dan? Je pakt of een pons, of je pakt even je stansmalletje. En die teken je even af op deze manier, zodat je dezelfde rondingen krijgt als hier. En dat kan aan die kant ook. Dus gewoon even met een potlood aftekenen en dan even afknippen. Ik ga het nu even met een ponsje doen. Eventjes wat sneller. Dus ik doe even alle hoekjes even hetzelfde. Dat het er hetzelfde uitziet. Zie je dat? Dan heb je wat meer een, als het nu dicht gaat, dan heb je wat meer een eenheid. Vind ik mooier, steekt het er niet uit, zoals je ziet. Maar het is niet storend als je het laat zitten. Het kan prima. Net wat ik zeg, heb je geen pons, is geen ramp. Gewoon even je stansmalletje er langs leggen. Even het hoekje aftekenen. En dan afknippen. Dus dat is ook weer super makkelijk met deze... kit en stansmallen set. Het is een heel hele grote, veelzijdige stansmallen set. Nou, dit doe je twee keer. Om dat hierin te krijgen. Op deze manier gaan we dat hier straks inzetten. Nou, zoals ik al liet zien, had ik er nogal één gemaakt. Die heb ik even in het voor gemaakt. Die komt er dan op deze manier naast. Die gaan we straks vastzetten. Maar voor ik dat ga doen, wil ik even laten zien hoe je deze kunt pimpen met alle verschillende onderdeeltjes die erbij zitten. En hoe je nou heel leuk... dit sluitingje kunt maken op deze manier. Want ik heb hem vastgezet, dit boekje. Dus als je hem openhaalt, dan sla je zo je boekje open op deze manier. Nou, dat ga ik eerst even met jullie doen. Voordat we dat gaan doen, wil ik hier natuurlijk een leuk kleurpapiertje op. Dus ik pak even mijn designpapiertjes erbij. Die heb ik ergens neergegooid. Hier. Want dat moet ik nog even uitstansen. Dat heb ik nog niet gedaan. Handig is dat inderdaad hoor, zo'n kleurenwaaier. Dan kan je gewoon echt gewoon heel goed zien. Heb je een mooi papiertje bijvoorbeeld al in huis. En vind je het lastig om vanaf het beeldscherm je kleur te bepalen. Dan is het echt wel super handig om zo'n waaier te hebben. Vind ik tenminste. Nou, welke gaan we nemen? Wat vinden jullie een mooi kleurtje? Zullen we deze doen? Er gelijk ook wel weer een mooi randje in. Goedemorgen. Gezellig om nog even mee te kijken. Ja, het is echt een mooie kit, hè. Ik ben er ook wel... toen ik hem zag, dacht ik eerst van... Oh, jeetje. Maar nu ik hem heb, vind ik het echt, echt wel super. Ik ben er echt... Ik ben er echt wel heel enthousiast over. Mede ook, nou ja, wat ik al zei, je kan er en boekjes mee maken. En natuurlijk kaarten. Even de goede pakken. Deze. Het tweede matlaagje pak ik. Oh, ik zit nu op deze te meten. Ik moet op deze meten. Het tweede matlaagje. Nee, die wordt net, die wordt net te klein. Dan pak ik deze met het randje en dan snij ik daar gelijk een leuk randje uit. Ja, deze past daar heel mooi op. Dus even kijken. Ik vind het wel leuk om die tekst er een beetje bij op te krijgen. Dus ik zet hem er gewoon zo op. Ik knip er even een stukje omheen. Ja, die waaier die, is ook te bestellen. Ik zal zo meteen na de live wel even de link van de waaier opzoeken. Petra. Even kijken wie dat ook alweer schreef. Nou, ik knip het nu even grofweg uit, omdat ik even snel moet. Normaal zou je dit even wat preciezer doen natuurlijk. Zet hem er even op. Een stukje verwijderbare tape, die had ik hier nog. Zo. Nou, gaan we deze even door de machine halen. Ja, ga ik zo nog even vertellen als je meerdere bladzijden wil maken. Eigenlijk is dat heel simpel.
Yvonne, ga ik zo vertellen. Ik ga eerst even vertellen hoe ik de sluiting van deze maak. Dan ga ik ze erin zetten en daarna kan ik ook heel gemakkelijk vertellen hoe je er extra pagina's in maakt. Dus die komt nog aan bod. Ja. Dit is de fasen ticketbons. Was dat goed verstaanbaar? Het was de fasen ticketbons. Er zitten meerdere formaten hoekjes kun je daarmee uitstansen. Nou, dit kan weg. Tapejes er even af. Die kan ik nog wel een keer gebruiken. Dat denk ik wel dat ze door de kuttelbug kunnen. Ik weet niet precies hoe breed die is. Maar de meeste stansmachines zijn A5. Dan pak ik even mijn onderste plaat. Nou, die ziet er niet zo fraai uit. Maar en dan mijn grootste stansmaal. Kijk, dit is mijn A5 plaat. Mijn A5 plaat is van de Geminis 15.3. Nou, daar past hij ruim op. Zie je dat? Dus als het een A5 machine is, moet dat lukken. Nou, kijk eens. Nou heb ik hier dus al deze hele leuke. Hier zit natuurlijk het laagje nog in. Maar die ga ik er nu natuurlijk niet... Nou, het kan ook wel eens. Misschien ook wel leuk. In dezelfde kleur weer gewoon omheen zetten. Maar die kan je dus ook in een contrastkleur doen. Ik denk dat ik dat leuker vind. En dan had ik nog een stukje kraft hier liggen. Dat is wel heel dik. Nog een dun stukje. Hè? Om even te laten zien dat kraft er ook wel heel mooi bij is. Nou, dat is een heel dik stuk. Dus ik ga even kijken of ik dat er doorheen krijg. En anders pakken we gewoon een ander kleurtje. Zo. Dan gaan we hem nog een keertje er doorheen halen. Ja, klopt. Er zijn twee waaiers inderdaad. Ja, hij gaat er ook doorheen, het mooie dikke. Nou, dan kunnen jullie gelijk zien dat ook kraft best wel heel mooi bij staat. En die gaan we hier opzetten. Eerst even mijn lijm opzoeken. Ik heb altijd zo'n rommeltje als ik bezig ben om me heen. Nou, even beïnkten en zo, dat moet natuurlijk ook allemaal even. Hè? Maar wat ik al zei, als ik het allemaal nu live ga doen, dan ben ik morgen nog... of morgen, maar dan ben ik heel lang bezig. Dus ik wil jullie gewoon even de basis laten zien van wat is er mogelijk met deze stans. En hoe zet je dit heel handig in elkaar. Goedemorgen. Ja, is mooi designpapier. Hè? Dat zit bij de kit in het designpapier. Dus dat is een complete kit met deze stans en het is dit designpapier erbij. Nou, dat matcht ook weer helemaal. Een beetje knoeien met mijn lijm, maar die droogt transparant op. Dus dat is ook weer heel fijn. Zo. Superleuk, toch? Ho. En dan moet ik straks het hele boekje afmaken. Ik heb er nu al zin in. Nou. Ik had al laten zien dat je zo'n bukkel van dit standsetje. Heel leuk als een soort knoopje kunt gebruiken voor op je toefje. Zoals ik het hier gedaan heb. Met een strikje erdoor. Een blaadje eronder. Zo kan je hem heel leuk verwerken. Je kan hem heel leuk verwerken als een riempje. Nou, hoe ga ik hem verwerken? Zoals ik net al heb laten zien. Als een sluiting. Dan vond ik dat roze er ook wel heel leuk bij. Dus ga ik in deze een roze pakken. Even een geschikte zoeken. Welke vind ik leuk? Ik vind het bloemetje wel heel leuk. Nou, hoe heb ik dat gedaan? Een stuk lint gepakt. Dat had ik al wel klaar liggen.
En die doe je aan de achterzijde van je boekje. Zit je vast met dubbelzijdig tape. Ook dat had ik klaar liggen. Ja, dat staat leuk, hè, met dat randje eromheen. Dat maakt het mooi net eventjes wat sprekender, dat randje. Nou, ik ben helemaal gek op boekjes, dus voor mij is dit natuurlijk echt super. Dames, ik zet even mijn kacheltje uit, want ik heb het zo warm. Zo. Ik zit op zolder en dan heb ik altijd een klein kacheltje staan, omdat wij daar geen cv hebben. Maar ik denk, ik zet hem maar aan. Maar ik heb het zo warm. Zo, nou, hij is uit. Nou, dit zit dan aan de achterkant vast. Hier komt straks natuurlijk je designpapier overheen. Kijk, nou had ik deze dus van het Kraft nog. En deze van die andere kleur. Dus die kan je hier dan weer heel mooi in contra overheen plakken. Dat gaan we zo meteen even doen. Ik ga eerst even het gespje hierop zetten. Nou, hij hoeft niet zo heel ver. Dus ik trek hem even door. Ik zet hem even een klein stukje open. Zodat hij... ongeveer tot hier wil ik hem hebben. Knip ik hem af. Tot ongeveer het einde. Moet je zelf even zien wat je leuk vindt. Dan snij je afstandsjes zo'n gespje uit. Zo'n bakkel. En dan pak je een stukje dubbelzijdig tape. Even kijken hoe dik die van mij is. 2 millimeter. Knip ik even een heel dun strookje af. En die zet ik ertussen. Je zou hem ook alleen kunnen vastlijmen, helemaal plat. Maar dan krijg je heel moeilijk je sluitingje dicht. Werk ik te laag, dan even de geel geven hoor. Nou, even kijken waar mijn lintje uitkomt. Want die wil ik in het midden hebben. Ik wil er niet met mijn hoofd boven. Zo. Zie je, dan zit hij een beetje verhoogd. Zit hij nu vast. Want je wil natuurlijk je sluitingje ertussen hebben. En nu kan je hem nog iets optillen. Waardoor je hem er dus heel gemakkelijk op deze manier doorheen kunt schuiven. Zie je dat? Nou, zullen we deze nog even hier op de achterkant vastzetten. De binnenkant gaan we straks allemaal nog, ga ik op mijn gemak even doen hoor, straks. Want anders wordt het wel een hele saaie, langdurige lijf. Het kadertje zou je ook heel gemakkelijk op een lijmvel even kunnen vastzetten. En dan op je boekje plakken. Ik heb hem, hou hem vast, maar op zich valt het reuze mee hoor, om dat vast te zetten. Het is even een kwestie van lijm erop doen. Je moet het eigenlijk even gewoon neerleggen. Ik had hem net in mijn handen vast. Omdat ik het dan een beetje van dichtbij wil laten zien. Maar kijk, op deze manier gaat het eigenlijk heel simpel. Daar nog een beetje. Precies, Odette. Die glue sheets zijn daar echt super handig van. Daar kun je ze zo even opleggen. En dan er weer afhalen en dan zit er gelijk lijm op. Ja, precies. Die zijn hier ontzettend handig voor. Ook voor andere kleine onderdeeltjes. Ja, dankjewel. Lijf zijn nooit saai. Oh, dat is gelukkig. Blij om te horen. Nou ja, als het heel lang duurt, dan wordt het op een gegeven moment misschien saai. Dus dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, dus de achterkant aan, zo zie je, heb je ook gelijk je lintje mooi weggewerkt. Hè? En doordat hij niet heel strak zit, kan je hem dus ook nog vullen, hè, zodat hij een beetje open gaat staan. Zie je dat? Maar kijk, hij kan best wel veel hebben voordat hij echt helemaal open gaat. Nou, dan zal ik bij deze ook even mijn lijm dicht doen. Bij deze dus ook al gedaan. Even vastmaken nog. Nou, deze had ik een heel klein beetje gepimpt al.
Nou, zo zie je, heb je al twee binnenkanten van je boekje klaar. Oh, daar ben ik blij om te horen dat het niet langdradig is. dat durf ik niet te zeggen, Vicky. Ga ik even navragen of het ook nog apart verkrijgbaar is. Het is al wat een oudere serie, dus ik weet niet of dat... of dat er nog apart is. Ik lees even de reacties. Het touw, dit touw, dat is hempkoord wat ik gebruik. Nou is dit een bruinige soort. Meestal gebruik ik deze van Vazen. Dit is ja, een soort van jute touw. Nou, nu heb ik dus twee boekjes klaar voor in de binnenkant. Nou ja, klaar. Die moet natuurlijk nog helemaal bewerkt worden aan de binnenkant en zo. Die komen hier dan in. Op deze manier. Nou, hoe gaan we dat er nou inzetten? Ik heb daarvoor... Ik weet niet of ik dat wel... Ik heb daarvoor elastiek. Maar dat kan ook met gewoon een draad. Gewoon een stuk katoendraad. Of waxkoord. Of... hempkoord is ook heel mooi stevig draad, dus dat zou ook allemaal prima kunnen. Nou, wat ga ik als eerste doen? Ik had al gezegd dat er ook een stansje bij zit, het kleine stansje met van die rondjes. Die ga ik er eerst even opplakken om hem te verstevigen. Nou, dat ga ik even doen in een contrastkleur, dat vond ik wel leuk. Die ga ik in het roze doen. Als ik ze eruit krijg. Gooi gewoon mijn bakje op de kop. En dan haal ik die groene er weer even tussenuit. En die gooi ik weer in mijn bakje. Zo. Nou, ook deze zijn heel handig om even met een glue sheet te doen. Die heb ik hier dus nu niet bij de hand, zie ik. Maar die ga ik dan eens even een keertje weer laten zien. Misschien wel leuk om even ook een keertje te laten zien. Nou, die pak je er zo omheen. Dan krijg je een beetje een contrastkleur. Maar ook wat meer stevigheid om je gaatjes heen. Ja, ideetjes opdoen is natuurlijk altijd leuk, hè? Zo. En dan die. Zie, dan vind ik dat wel leuk. Dan haalt hij net die roos weer eventjes een beetje meer op. Dan ga ik natuurlijk de voorkant ook nog een beetje pimpen straks. Maar ik vind het wel leuk om die kleuren weer een beetje terug te halen. Nou. Zo, die zetten we er op deze manier op. Nou, het staat ook nog gezellig, toch? Op deze manier. Vind ik. Nou, dan pak je je draad. Ik kijk eerst even hoe lang ik hem ongeveer wil hebben. Nou is dit wel een heel dik stuk elastiek. Weet je wat ik doe? Ik doe het gewoon met hempkoord. Want dat hebben heel veel van jullie wel gewoon in huis. Dus ik doe dat nu ook gewoon. Het is wel wat dunner. Ik ga hem gewoon dubbel doen. Dat doen we gewoon. Ik doe gewoon een dubbele draad hempkoord. Er zit 100 meter op zo'n rolletje, dus dat is echt heel veel. Meet ik even uit. Nou, wat over, beter wat over. Nou, zoals jullie zien zitten daar 6 gaatjes in. Dan ga ik eerst met mijn draad door het bovenste gaatje. Misschien zijn er ook nog wel andere manieren, hè, om dit te doen. Het is niet dat de manier waarop ik het nu doe... specifiek de juiste manier is, hè. Hier in het midden zitten ook gaatjes. Daar zou je dus een elastiek in kunnen zetten. Zodat je hem om je album heen kunt binden. Ook dat kan weer met een gewone draad. Maar met een elastiek heb je wat meer rek daarvoor. Dus dan zou je daar... dat ga ik nu niet doen. Maar als je dat zou willen... steek je hem dus hierin.
Even, ik moet even goed kijken, ik moet het even goed voordoen. Ik steek hem in dit gaatje. Draai hem er omheen. En dan steek je hem in dat gaatje. Dat moet je nog even doen voordat je je boekjes erin zet. En dan kan je hem vastbinden aan de binnenkant. Dan zet je hier een knoopje in. Aan de binnenkant. En dan heb je dus zo een heel handig elastiek om je boek heen. Zodat je boekje dicht blijft. Dat kan je met de middelste gaatjes doen. Nou, dat ga ik nu niet doen. Ik had hem door de bovenste twee gaatjes gehaald. Op deze manier. Moet ik wel even mijn boekje recht leggen. Zodat ik mijn boekjes er recht op in doe. Dan pak ik mijn boekje. Het is heel simpel eigenlijk. Je pakt je boekje. En ook die, doe ik hem even open. Die heeft die gaatjes weer. Die ga ik door de bovenste halen ook. Moeilijker wordt het echt niet. Nou ja, dit is, het ziet er heel ingewikkeld uit. Maar oh, het is echt heel simpel. Oh, hij blijft een beetje haken in mijn touw, in mijn zijkantjes, omdat ik die nog niet vastgezet heb. En dan deze. Nou, kijk, ik zet hem dus niet op spanning, want als ik hem op spanning zet, kan ik er niks meer onder zetten. Ik hou een heel klein beetje ruimte over, zodat hij nog een klein beetje speling heeft. Leg er gewoon een knoopje in. Goed strak. En die knip ik dichtbij. Hopelijk dat ik hem nu strak genoeg aan heb getrokken. Dichtbij het uiteinde knip ik die uit. Dan heb je dus de eerste er al in zitten. Nou, de tweede doe je op dezelfde manier. Dat is te kort. En dan zal ik even laten zien hoe je er een extra pagina in kan zetten. Want dat is heel gemakkelijk. Het is echt een maal. Nou, ik ben nu een dik half uur bezig. En dan moet je zien hoe een eind ik al ben met mijn... nou had ik wel wat voorgestanst al. Maar als je een uurtje bezig bent, ben je al een heel eind met je boekje hoor. Dat gaat echt super hard. Nou, deze ook even open. De binnenkant nodig. Ja, het is echt super simpel om te maken. En nou, voor deze... dingen erin leggen zijn natuurlijk vast meer technieken. Gewoon doen de manier waarop jij het leuk vindt, handig vindt, prettig vindt. Ik doe het voor zoals ik het zelf denk dat het makkelijkst is. Maar er zijn gerust nog meer technieken. Daar ben ik wel zeker van. Nou, je kan dus voordat je hem vastzet er ook meer boekjes nog inleggen. Die stans je dan op dezelfde manier uit als dat ik deze eerst heb gedaan. En die zet je dan met hetzelfde koord, raak je die er doorheen, zodat die ook vast zit. Wat je ook kunt doen is er nu een losse inleg in leggen. Dat is makkelijker met elastiek, omdat je dan wat meer rek hebt. En die meet je dan op tussen de gaatjes. Dus die wordt dan 11,5 hoog. En hoe breed gaan we maken? 27,5 breed. 11,5 hoog bij 27 breed. Dus je kan meerdere uitstansen met die gaatjes in het midden en die gewoon in één keer vastbinden. Op die manier kan je dat doen. Maar je kan het dus ook op deze simpele manier doen. De bladzijden worden dan wel iets kleiner. 11,5, maar zo kan je wel heel makkelijk toevoegen hoeveel je of een hoeveelheid toevoegen zonder dat je van tevoren nog weet hoeveel je wil. 11,5 bij, wat zei ik nou? 27,5.
Nou, die dubbele draad doe ik omdat hij dan net eventjes ietsje steviger is. Omdat het een vrij dun draadje is. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè. Dus gewoon de draad pakken die je handig vindt. Ik vouw hem dubbel. Kijk. En dan kan je die er zo tussen leggen. Zie je dat? Hoe handig dat is? Nou. Ook even de hoekjes van uithalen. Dan heb je dus een iets kleinere pagina aan de binnenkant. Maar zo kan je heel makkelijk ook nog extra lagen toevoegen. Dus dat is een hele simpele manier. En anders stans je gewoon nog eentje uit hoe ik het net voordeed in het hele begin. Van 13,5 bij 28 leg je in het midden deze weer op 14 centimeter. Met die inkepingjes precies in het midden neer. En die zet je er bovenop. En die kan je dan ook weer met dat touwtje mee vastbinden. En zo kan je ook meer pagina's toevoegen aan je boekje. Nou, zo zie je, heb je al een heel end een boekje. Wat ook nog kan, is onder je designpapier hier nog een lintje doen. Zodat je hem nog vast kan maken. Of een elastiek erin zetten. Nou, deze komt straks nog vast. Ik ga hem vast even een beetje bladeren. Deze heb ik net er als extra ingezet. Die komt ook nog vast, want er komt nog een leuk stukje designpapier tussen. En dan heb je zo eigenlijk al in no time een heel groot stuk van een boek in elkaar. Hè? Nou, bij die stand zaten nog wat extra dingetjes. Bij die standset, hè, in die kit. Die had ik laten zien. Die wil ik ook nog wel heel graag even aan jullie laten zien. En dan ga ik zo meteen afronden. Want als ik hem helemaal ga pimpen. En ik ga hem natuurlijk helemaal laten zien als hij straks helemaal klaar is. Of straks. Dat gaat wel even duren. Maar ik wil wel eventjes de extraatjes nog even laten zien. Nou, ik had verteld dat dit standje erin zit. Dat is een pocket. En die heb ik hier uitgestanst. Ik zit een beetje hoog te werken, denk ik. Uit het designpapier. En dan heb je dus een... een heel mooi, ik heb hem eigenlijk halverwege gedaan of zo, in zo'n roosje. Een heel mooi roosje. Je kan het natuurlijk ook gewoon uit je kartstok doen. Nou, hij ziet er zo uit als je hem uitstanst. Hij komt zo uit je malletje. Je vouwt gewoon de zijkantjes om. En dan doe je een dubbelzijdig tapeje op en dan... Plak je maar als het ware gewoon zo in je boekje. Dan heb je de pocket. In die pocket past precies het labeltje. Nou, dit is het standje, dus die past er niet precies in. Maar als die uitgestanst is, op deze manier, zie je dat hij er precies in past. Nou, bij... dat labelstandje zit een matlaag. Die hoef je natuurlijk niet te gebruiken. Zoals ik hier heb ik hem er niet op gebruikt. Maar ik kan me voorstellen dat je dat wel heel leuk vindt. Dus ik heb hem ook even uitgestanst. En ik ga even laten zien hoe dat er dan uitziet. Plak hem er gewoon even op. Op deze manier. Oh, dan blijft hij bij mij weer... Nee, hij loopt nog door, zie ik. Hangen, dacht ik. Zie je dat? Hoe leuk? Nou, ik heb hem even afgewerkt met een stukje hemkoord ook weer. Nou, die past dan hier precies helemaal in. Nou, matcht dit qua kleur niet helemaal mooi. Maar even om te laten zien hoe goed dat past. En je kan er ook nog pocketjes in maken. Ik zag laatst ook bij iemand deze voorbij komen. En die had heel leuk... van deze lagen weer pockets gemaakt. Waar je dit weer in kan steken. Van de matlagen. Dus dat is ook heel leuk. Nou, dat is deze. Dus die zit er ook bij. Dan heb ik ook nog uitgestanst. Dit plaatje. Met de matlaag. Dat is deze. Nou, die kan je natuurlijk ook in alle kleurtjes. Wat je leuk vindt uitstansen.
Zelf, wat ik hier zelf wel heel leuk van vind, is om hem op elkaar te plakken. In de twee kleurtjes. En dan daar een leuke tekst op te zetten met stempeltjes of handgeschreven. Als je mooi kan schrijven, ook als je niet mooi kan schrijven. Het blijft handwerk natuurlijk. Ja, ook een heel leuk detail. Wat hier bijvoorbeeld ook weer heel leuk op zou staan. Met een leuke tekst erbij op. Nou, wat zou ik zeggen? Hallo, welkom, weet ik veel. Je naam. Je kan daar ontzettend veel kanten mee op. Nou, dan is deze er nog bij. Het is ook zo'n soort... ja, hoe moet ik dit nou noemen? Frameje. Ja, en ook daar kan je weer een leuke tekst achter zetten. Of een leuk bloemetje invangen met een leuk stukje designpapier. Echt ontzettend leuk om je geheel mee te pimpen. Maar wat ik dus al zei. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk om gewoon alleen een kaart mee te maken. Hè? Dat je gewoon de buitenkant uitstanst. Een matlaagje erop. En je hebt een kaart. Je vouwt hem dubbel. En je hebt een leuke kaart. Je kan hier echt onwijs veel kanten mee op met deze kit. Nou, wat ik dus al zei. In die kit zitten dus 8 vellen van het mooie designpapier. Even kijken hoe ze heet. De Floral Flourishes Buckles zitten erin. Dat zijn deze waar je leuk die bladzijden mee vast kan zetten. En ook weer heel leuk op je toefje kunt gebruiken op deze manier. En dan heb je nog die hele grote standset van Studio Light erbij. Waar je dus het boekje mee kunt maken. En kaarten mee kunt maken. En pockets en tags en andere soorten versiersels. Dus echt een hele uitgebreide kit. Nou, die is nu voor €34,99. Normaal zou je er €44 voor betalen. En nou ja, daar maak je dus zo een heel leuk boekje van. Ik zag nog de vraag waar deze voor zijn, die middelste. Je kan hem ook doorrijgen, dat je hem hier doorheen doet, weer terug en een paar keer heen en weer rijgen. Je kan hier ook ik heb het net voorgedaan in het filmpje. Misschien zou je het even terug kunnen kijken dan. Dat je hier nog apart weer een stuk in doet. Zodat je hem eromheen kan slaan. Zodat je boekje met een elastiek vast blijft zitten. Even kijken of het ook op het voorbeeld staat. Ja, kijk, dan zit hij dus zo. Als het ware. Je gaat dan in die middelste gaatjes. Naar de binnenkant zet je hem vast. En dan gaat hij eromheen. Zodat je hem vast kan zetten. Nou, hier zie je ook heel leuk dit tagje aan de voorkant. Daar staat leuk remember op gestempeld. Nou, je kan er dus echt ontzettend veel kanten mee op. Nou, ik ga hem buiten beeld even verder afwerken, omdat het nog best wel een hele klus is. Ik hoop dat ik jullie wat inspiratie heb kunnen geven met deze mooie Card Kit Lovely Moments. En nou, ik werk hem af en zodra die af is, zal ik hem jullie zeker laten zien. Ik zal nog even kijken wat voor vragen er zijn. Mochten er nog vragen zijn, stel ze ook gerust nog. En ik wens jullie een hele fijne zondag verder toe. En bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei doei!